Dag dames en heren. We begonnen de dag met best wel wat mist en nevel. En ja, dan kon het zicht nog af en toe best slecht zijn, zoals hier achter me. Maar die mist en nevel trok vrij snel op. En wat volgde was best een mooie dag. Met geregelde zon erbij. Maar ook ja, velden met sluierbewolking die over het land heen trokken. En vooral in het noorden van het land was de bewolking af en toe wat dikker en hardnekkiger. En ook op de weerkaart zagen we dat mooi terug. Nederland min of meer verscholen onder sluierbewolking. En vanuit het zuidwesten wordt nog altijd die sluierbewolking aangevoerd. Maar waar we vooral op moeten letten is een koufront die over de Britse eilanden vanavond en vannacht trekt. En dat koufront dat bereikt morgenmiddag het noorden van ons land. En dan gaat het toch wel lange tijd regenen hoor, morgenavond en nacht. En dat koufront blijft lange tijd over het land heen slepen, waardoor ook de donderdag in een deel van het land ja, toch wel grotendeels nat verloopt. Maar ja, voor het zover is, hebben we eerst nog een vrij rustige nacht. De temperatuur daalt in het binnenland zo weg naar een graad of 14 à 13. En er zijn af en toe opklaringen, maar dus ook veel bewolking in vooral noorden van het land. Direct aan de kust blijft de west-zuidwestenwind ja, toch wel matig tot vrij krachtig, waardoor de temperatuur daar niet al te ver wegzakt. En ja, bij een graad of 17 is het dus nog best wel mild daar. Nou, morgenochtend is het nog lange tijd droog en de zon schijnt geregeld. Maar vanuit het noorden wordt de bewolking dikker en dan volgt er toch wel ja, een gebied met regen, een periode met regen. En dan zakt de temperatuur daar geleidelijk. Elders in het land wordt het nog zo'n 20 tot 23 graden. En de zuidwestenwind is meest matig tot vrij krachtig van kracht. Nou, donderdag is die storing dan doorgetrokken naar het zuiden van het land. Heeft vooral in het noorden en midden van het land toch best wel wat regen veroorzaakt. 10 tot 20, misschien lokaal zelfs zo'n 30 mm. Maar de temperatuur ligt donderdag toch een fractie lager. 16 tot 19 graden, dus nergens wordt het meer 20 graden. Maar vrijdag draait de wind nog één keer naar het zuidwesten. Dan wordt er nog één keer echt warme lucht aangevoerd. In het midden van het land ligt de prikwaarde nu rond 21 graden. Maar in het zuiden zou het zomaar nog een keer 23 graden kunnen worden. Maar vanaf zaterdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. En dan wordt er duidelijk koudere lucht aangevoerd. En ook de nachttemperatuur gaat behoorlijk onderuit. En dat zien we ook terug in de pluim. Want tot aan vrijdag hebben we nog te maken met die vrij hoge waarden. Maar vanaf zaterdag ja, stort die temperatuur in. En later in de pluim zien we dan ook ja, toch nachtvorstkansen.